Oké, vandaag ga ik vragen beantwoorden, onder andere over haarverf, of je die bij je ogen kan gebruiken, of tenminste dan bij je wenkbrauwen. Fijne lijntjes rondom de ogen, hoe kan je die camoufleren en hoe kan je die voorkomen? En er was een vraag binnengekomen over iemand die had hele rode wangen. En rode wangen kan verschillende oorzaken hebben. Vaak is het een soort vorm van de couperoos, kleine ontstekingjes van de bloedvaten. En belangrijk is als je je huid verzorgt, dat je dat met producten moet gaan doen zonder parfum erin, dus voor een zeer gevoelige huid. Ook als je uit de douche komt, niet je huid heel hard wrijven met een handdoek, maar heel voorzichtig tippen. Geen scrub gebruiken, dus geen agressieve producten. Niet te warm water, niet te koud water, dus lief zijn voor die huid. En als je een avondje gaat stappen en je wilt echt helemaal mooi en gale basis hebben, dan zou je een dekkende foundation kunnen gebruiken die alles egaliseert. Voor overdag zou ik je willen adviseren om een goede dagcreme te gebruiken met een hele hoge beschermingsfactor erin. En een CC-creme, een color corrector, die het rood wat dimt. Dus dat je een mooie natuurlijke uitstraling daarmee krijgt. Als je nou echt zegt van ik wil helemaal forever vanaf, dan kun je het ook laten laseren. Het is wel een hele pijnlijke bedoeling en ook niet echt heel goedkoop. Maar een lasertherapie die kan wel zorgen dat die huid helemaal weer mooi glad is en dat al die rode adertjes zijn verdwenen. Een vraag over fijne lijntjes onder mijn ogen. Als je dan concealer gebruikt, dan zie je juist die concealer zitten. Nou, daarom is het heel belangrijk als je concealer gebruikt om echt een concealer te gebruiken die speciaal is voor onder de ogen. Deze is dan wat vloeibaarder van zijn textuur. Als je die op je hand zit, dan zie je ook dat die wat glanzender zijn. En die reflecteren dus als het ware het licht. Dus dan vallen fijne lijntjes veel minder op. Ook belangrijk is om natuurlijk weer veel water te drinken. Dat zorgt dat je minder snel rimpelvorming krijgt. Een goede oogcreme gebruiken. En als je die oogcreme gebruikt, moet je die niet te dicht rondom het oog zitten. Maar je moet juist rondom het oog de oogcreme aanzetten. En officieel met deze vingers, wat zijn het? Ringvingers. Klop je als het ware zo de oogcreme erin. S'avonds of 's ochtends oogcreme gebruiken. Ze adviseren het zo meestal vanaf je 22e jaar om dat dagelijks te doen. Om te voorkomen dat je rimpeltjes krijgt, ook voorzichtig zijn met het schoonmaken van je ogen. Dus als je heel hard gaat boenen, dan zorgt ook dat je snelle rimpeltjes krijgt. En ook heel lomp in je ogen gaan wrijven, is ook niet echt bevorderlijk voor de rimpelvorming rondom de ogen. Dus ook rondom de ogen. Lief zijn voor je huid. Dan blijft die mooie lange egaal. Kan ik mijn wenkbrauwen verven met haarverf? Het kan wel, maar zeker geen advies van mij. Ik weet dat sommige kappers het wel doen. Dan heb je een rode kleur in de haren en die wordt dan ook nog snel even op de wenkbrauwen gezet. Maar het is een vrij agressieve verf. En als het in de ogen komt, dan ben je een stuk verder van huis. We zijn er bij de drogisterijen en bij speciale cosmetica winkels ook haarverven te koop, of sorry, wenkbrauwverven te koop. En die heb je in verschillende tinten. Koop alsjeblieft nooit zwart. Ten eerste slaat die grijs uit en het is veel te koel. Zelfs al ben je een negerin of Aziatisch, als je dat met zwart doet, komt dat heel grauw over. Dus ik adviseer je dan om liever donkerbruin te pakken of probeer het zelfs eens met lichtbruin. Dat geeft een wat mooier en natuurlijk effect. Als je het voor de eerste keer gaat doen, is het misschien een idee om eens naar een schoonheidsspecialist te gaan. €15 gemiddeld ben je er dan voor kwijt. En dan heb je de komende 6 weken mooi goed verzorgde wenkbrauwen. Ook nog even een tip als je wenkbrauwen wil modelleren, om ze eerst te verven en daarna te epileren. Niet andersom. Dat waren weer de vragen. Ik ben volgende keer weer terug hier. Als je vragen hebt of dingen wilt weten, laat ze onder bij de comments. En fijne dag. Doei!